Welkom allemaal hier in de kelder van Adyen. Welkom bij TechDenkers. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik hoorde jullie heel gezellig praten, dus dat is alvast een heel goed begin van de avond. TechDenkers is een samenwerking tussen de Bali en Adyen. En ik ben Sophie Ruttefrans en we gaan het vanavond hebben over de invloed van algoritmes op onze democratie. En dat gaan we doen met Maxime Februari. Heel fijn dat je er bent. Voordat we beginnen wil ik graag van jullie ook iets weten. Zijn er hier mensen die werken in de techwereld, die iets doen met tech? Oh ja, ik zie daar een paar handen, maar aan deze kant helemaal techvrij zo te zien. Zijn er studenten? Ja, wel een paar, leuk. En zijn er mensen die zelf algoritmes maken? Van die drie techmensen die er aanwezig waren. Ja, eentje, op de eerste rij. Oké, dat is mooi. Ja. Bij jou komen we straks later terug, denk ik. Maar we beginnen eventjes met Maxime Februari, filosoof en schrijver van het essay Doe Zelf Normaal. Je hebt het daar voor je liggen. Het is een enorm hot topic op dit moment, de algoritmes. Ik zag dat de New Yorker er een hele special aan gewijd heeft en we komen volgens mij om in de artikelen. Hoe komt dat, denk je? Omdat we daar heel laat mee zijn. We hadden dat 20 jaar geleden ook kunnen doen, maar toen hadden we er even geen zin in. En nu, op het laatste moment, is iedereen plotseling geschrokken. Is het eigenlijk al te laat? Dat weet ik niet. Het is natuurlijk nooit te laat. Gelukkig. Maar het wordt wel tijd, denk ik, ja. Ja. En jouw boek gaat eigenlijk over de fundamentele verandering in de manier waarop normen tot stand komen. En dan met name door de invloed van technologie en data en algoritmes. Zeg ik dat goed? Ja, ja. En door het vertalen van wetten en regels in natuurlijke taal naar code, wat nog weer iets anders is. Ja. De hele verdigitalisering en verdatafisering van het recht, met name van de democratie. Ja. En wat zijn dan die aanvallen op de democratie die jij ziet? Nou ja, kijk, aanvallen is een heel erg groot woord. Het is niet zo dat we... Het klinkt ook heel agressief meteen, dat is misschien... Ja, het is eigenlijk de vraag die ik het meeste krijg, of ik voor of tegen technologie ben, of ik een optimist ben of een pessimist. Mm-hmm. En eigenlijk denk ik dat we zijn gewend geraakt aan polariserende vragen en standpunten. Ik denk dat je het heel anders moet zien. Er verandert iets ingrijpends. We hebben een nieuwe ontdekking gedaan en die nieuwe ontdekking verandert de werking van de democratie, verandert de werking van het recht. En dat wil zeggen dat we heel goed moeten nadenken wat die veranderingen precies zijn en ons dan moeten afvragen hoe we oude vormen van rechtsbescherming bijvoorbeeld in de nieuwe situatie er weer opnieuw in krijgen. Ja. Dus het is niet zozeer dat wij optimistisch of pessimistisch moeten zijn, maar we moeten kritisch kijken naar wat er gebeurt. En we hadden in de afgelopen eeuwen prachtige beschermingsconstructies opgesteld in de vorm van democratie en rechtsstaat. Het kan best zijn dat je zegt, ja, in de 21ste eeuw of straks in de 22ste gooien we dat allemaal overboord. Prima, maar wat ga je dan doen om te zorgen dat er niet al te veel slachtoffers vallen? Ja, dus we moeten er in ieder geval over nadenken. Je moet over nadenken en dat had dus iets eerder gekund, maar nu kan dat ook nog steeds wel. En dan gaat het vooral over echt diep doordenken wat verandert er allemaal precies en hoe sturen we dat bij? Ja, daar gaan we straks verder over praten. Maar technologie en algoritmes veranderen ook ons individuele gedrag, denk ik. Ja, omdat alles verandert, dus wij veranderen mee. Ja, en zijn er veranderingen waarvan jij denkt, daar moeten we voor oppassen of daar moeten we misschien beter over nadenken? Nou ja, kijk, mensen willen ook over het algemeen heel graag weten wat ze individueel kunnen doen om te zorgen dat ze zich beschermen. En daar zijn natuurlijk allemaal trucs. Ik heb zelf zo'n ontzettend leuk schuifje op mijn telefoon. Die doe ik dicht en dan kan die telefoon niks zien als ik in mijn huis rondloop. Maar dat zijn allemaal vrij onnozele dingen die je individueel kunt doen. Je kunt zorgen dat je niet te veel data deelt. Maar eigenlijk zijn dat stoplappen natuurlijk. En je eigen gedrag aanpassen helpt niet zo heel erg veel als de wereld om je heen fundamenteel radicaal verandert. Dus ik denk dat je veel meer naar de structuren moet kijken van de veranderingen dan naar individuele gedragingen. Dat geldt natuurlijk ook voor allerlei andere problemen, zoals klimaatschade en zo. Je kunt een beetje meehelpen en meedenken. Maar het zijn toch vooral grote structurele oplossingen die het heil zullen moeten brengen. Ja, ja, nou dat is ook misschien een beetje een opluchting dat we niet allemaal zelf alles kunnen veranderen.
We gaan hier straks over verder praten en daarvoor nodig ik heel graag beeldend kunstenaar Robert Glas uit om bij ons te komen zitten. Hij is beeldend kunstenaar en hij heeft een film gemaakt. Ja, kom erbij Robert. Hij onderzoekt namelijk in zijn film Afwezigheid van alle schuld, hoe er wordt ingeschat, hoe groot de kans is dat een verdachte na zijn straf opnieuw de fout in zal gaan. Vat ik het dan goed samen? Ja, dat is perfect. Zo zeg ik het zelf ook. Ja. Nou, helemaal goed. We gaan straks verder praten over jouw film, maar we gaan eerst even naar een fragmentje kijken. En daarvoor ga ik even aan de kant. Dan komen we tot de inhoud van Thijs' reclasseringsrapportage. Ja, uit augustus vorig jaar. Als processtuk toegevoegd. En hierin taxeert de reclassering dat met oog op het beperkte vermogen zijn woede te beheersen, de kans groot is dat de heer Franke binnen 2 jaar recidiveert en of iemand letselschade toebrengt. En dit is al meteen cruciaal. Het gedrag volgt in deze gevolgtrekking niet uit een wil, maar uit een beperkt vermogen de emoties te beheersen. Voor vandaag is echter iets harders nodig dan alleen dit advies. Het gaat mij daarom om de risicotaxaties zelf. In Thijs geval heeft men daarvoor 2 instrumenten gebruikt. Oxrec en introspect. Helaas kan ik niet over deze taxaties zelf beschikken, omdat ze nooit aan rapportages worden toegevoegd en de reclassering ze ook na mijn aandringen niet vrijgaf. Einde verhaal, zo lijkt het. Gelukkig was iemand dicht bij Thijs reeds in de materie gedoken. Thij wist dat de ontwikkelaars van Oxrec de Nederlandse versie van het instrument integraal online hebben gezet. Thijs en ik konden het in 5 minuten invullen. Dus laten we eerst naar de Oxrec taxatie kijken. Dan vraag ik om processtuk 2 op scherm. Zoals u ziet moeten er een aantal criminogene factoren worden ingevuld. We zien scholing, leeftijd, drugsmisbruik, inkomen enzovoort. Merk op dat een flink aantal van de factoren geheel buiten Thijs' invloedssfeer liggen. Natuurlijk, op zijn eventuele drugsmisbruik heeft Thijs enige invloed, maar dat geldt niet voor zijn leeftijd of zijn geslacht. Omdat wij vandaag Thijs risicotaxatie gebruiken als bron van een psychologisch schuldbegrip en zo antwoord proberen te krijgen op de vraag of Thijs de mishandeling echt gewild heeft, is dit ook strafrechtelijk relevant. Zo'n factor als leeftijd kan best een groot verschil maken. Nu staat Thijs risico-inschatting geweldsrecidive onder de streep op gemiddeld en die van algemene recidive op hoog. En wanneer wij Thijs bij wijze van proef 2 jaar ouder maken, dan zakt die laatste direct naar gemiddeld. Is Thijs over 2 jaar al stukken minder gevaarlijk? Waar baseren de makers van Oxrec dit dan op? En om dit te begrijpen, moeten wij iets meer weten over hoe het model kennis over groepen toepast op een enkel mens. Wat dat betreft volgt Oxrec de logica van dit boek. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, de DSM... heeft de geestelijke gezondheidszorg drastisch veranderd door het menselijk oordeel van de behandelaar uit het proces te verwijderen. Dus in plaats van zijn individuele oordeel te geven, stelt een hulpverlener slechts een aantal symptomen vast. En wanneer het opgeteld aantal symptomen boven een afkapwaarde uitstijgt, dan volgt als vanzelf de diagnose. Er is ook een verband tussen het diagnosticeren van een patiënt en het voorspellen van zijn gedrag. Wanneer iemand namelijk niet succesvol behandeld wordt, kan men ervan uitgaan dat deze ziek blijft. Hè? Dat de patiënt stemmen blijft horen of dat de depressie aanhoudt. Maar op die manier is een diagnose ook een voorspelling. En dan op de vraag of men op soortgelijke wijze het gedrag van individuen die niet ziek zijn voorspelbaar kan maken, is het antwoord risicotaxatie. Stelt u zich een pagina in de DSM voor die niet de klassificatie schizoaffectieve stoornis of de antisociale persoonlijkheidsstoornis beschrijft, maar simpelweg crimineel gedrag. Eenzelfde lijst met symptomen, alleen heten ze criminogene factoren. Eenzelfde puntensysteem met eenzelfde afkapwaarde. Dus man, punt erbij, geen vast inkomen, aantal punten erbij, bloot u regelmatig, punten erbij. Sommige factoren, zoals de sociaal-economische achterstelling van woonbuurt, lijken willekeurig, maar blijken ook goed onderbouwd.
Een evidence-based benadering is geen mening over een buurtje, maar cijfers over een postcodegebied. Percentages van werklozen, uitkeringsgerechtigden en laag opgeleiden zijn door het CBS keurig op een rij gezet en door de makers van de ontwikkelaars van Oxrec middels een principale componentenanalyse verwerkt tot een score van 1 tot 10. Dus een cijfer voor de sociaal-economische achterstelling voor elk postcodegebied in Nederland. Nou, zelf vond ik bijvoorbeeld in postcodegebied 3571. Dit groene tuindorp in Utrecht scoort een 4, waardoor ik als inwoner een lager risico vorm dan Thijs, die in 3042 woont in een flat aan de rand van Rotterdam. Achterstellingsniveau 9, de op 1 na hoogste score. Punt erbij. Maar hoe bepaalt men welke factoren correleren met crimineel gedrag? Decennia van criminologisch onderzoek. Uit dit onderzoek blijken niet-recidivisten mensen met een geslaagde relatie. Mensen die niet blowen, meer verdienen, in betere buurten wonen. En, zoals we zo zullen zien, mensen die andere hersenen hebben dan Thijs. Mensen die wel kunnen leren van hun fouten. En in staat zijn opnieuw te beginnen. Nou, samenvattend, de hoge kans op recidive van mijn cliënt is vastgesteld door Oxrec. Een zeer solide, uitgebreid getest instrument dat via een hele rits wetenschappelijke vastgestelde correlaten een uitspraak doet over het risico dat Thijs vormt. Dan hebben we Oxrec gehad. De diagnose. Ja, Robert, wanneer heb je deze film gemaakt? 2020 was hij af en ik heb denk ik anderhalf jaar gewerkt. Ja. Hoe ben je bij dit onderwerp terechtgekomen? Ik moet wel zeggen dat met deze beamer thuis nog iets gevaarlijker wordt. Misschien heeft iemand ook een tv gezien. Ja, dat is, ja. Nu ben ik je vraag kwijt. Hoe ben je bij dit onderwerp gekomen? Ja, ik in mijn werk ben ik altijd eigenlijk bezig met de wet in heel brede zin. Ik heb een aantal werken gemaakt meer over het asielsysteem, asielrecht. En ook alle faciliteiten die nodig zijn om dat uit te voeren. Op een gegeven moment raakte ik geïnteresseerd in predictive policing. Iets wat in Nederland ook wel in ieder geval destijds gebeurde. Maar voor zover ik weet nooit echt op individueel niveau. En wat is dat ook weer? Ja, dat is in Nederland worden dus is er een app of een algoritme die kaarten maakt en die voorspelt in welke buurten bijvoorbeeld de fietsendiefstallen omhoog gaan. En dat is eigenlijk een tool die gebruikt wordt om te bepalen waar de politie het best kan surveilleren. Het best, zeg ik dus, met quote marks. Maar dat is problematisch genoeg, maar kijk niet naar individuen. En toen vond ik eigenlijk die risicotaxatie en raakte ik geïnteresseerd in die praktijk die vooral bij de reclassering wordt gebruikt. Om inderdaad te voorspellen hoe groot de kans is dat iemand een toekomstige misdaad begaat na een eerste. Ja. Ja. En waarom schrok je ervan dat zo gedaan werd met dat Oxrec-systeem? Ik schrik niet meer zo snel, denk ik. Nee. Dan zou ik helemaal terug moeten gaan naar dat eerste. Ja, het is toch een langzaam proces waarin je het is met heel veel dingen omkleed, zeg maar, voorwaarden. En er kijkt nog iemand naar. En op een gegeven moment, als je er dieper in. Het is een heel langzaam proces waarbij je je beter bewust wordt van wat de impact is en wat hier nou daadwerkelijk gebeurt. En dat is zo langzaam dat je niet echt van schrikken is misschien geen sprake. Ja. Nee. En dat Oxrec-systeem, is dat ook op basis van een algoritme? Ja, zeker. Ja, ja. Nee, absoluut. Ja. Ja. Maxime, wat vind jij van dit fragment als je dit zo ziet? Nou ja, het is natuurlijk niet alleen in de recidive dat dit soort risicoprofielen worden gebruikt, maar ook bij fraudeopsporing. De toeslagaffaire. Ik ben zelf partij geweest aan een rechtszaak rondom het inzet van het risico-indicatiesysteem Siri. Wat eigenlijk precies op dezezelfde manier werkt. Dat wil zeggen, je verzamelt heel veel gegevens en je vist daar iets uit
wat een verwonderadres heet in bestuurlijke kringen. En dat klinkt heel poëtisch, ja. Maar je wilt geen verwonderadres zijn. Want dat is een adres waarin iets opvalt, anders een afwijking van de statistiek. En op dat moment wordt er een signalement, gaat er een belletje af. En dan wordt er specifieker naar gekeken en dan vind je altijd wel wat. En dan heb je het over het postcodegebied, en dan heb je ook precies over dezelfde dingen. Ja. En dat wil zeggen dat je heel erg niet langer vanuit, en dat is in die film van Robert ook zo, en die advocaat die probeert daar natuurlijk iets slims mee te gaan doen, maar dat je niet meer werkt vanuit individueel gedrag, maar vanuit groepsprofielen. En je ziet het hele recht langzamerhand verschuiven en überhaupt het hele denken vanuit het individuele gedrag, dus vanuit mensenrechten denken naar groepsdenken. En ook naar groepsoplossingen, zodat je nu ziet dat op de ministeries wordt gekeken naar mogelijkheden om ook van als groep je hier tegen te weer te stellen, zodat je niet meer individueel bezwaar kunt maken tegen dit soort praktijken, maar groepsgewijs. Dus alles beweegt in de richting van statistisch denken in het recht in plaats van individueel denken. En dat zit heel sterk in die film van Robert. Maar als ik even dus heel flauw redeneer, dan kan ik me ook voorstellen dat het heel prettig is om de controle te hebben over hoe crimineel is deze crimineel als hij straks vrijkomt. En kan ik dat beheersen? Kan ik daar een controle op uitoefenen? Ja, maar het werkt natuurlijk niet. Dus. Ja, nou kijk, het probleem is dat een van de problemen is, het is misschien prettig. Er zijn allerlei problemen mee sowieso. Maar waar de reclassering wel voor staan, is de taak dat ze sowieso op een bepaalde manier sowieso zo'n oordeel vellen, natuurlijk. De vraag is in hoeverre je dat digitaliseert. Ja. Dus er wordt je moet altijd een. Ik bedoel, het is onder andere hun taak vanuit de rechtspraak om een inschatting te maken van hoe groot is de kans dat dit gebeurt. Ja. Maar jij zegt eigenlijk, anders doet een mens dat wel. Dat is evident. Daarvoor deed een mens het ook. En de hele ontwikkeling om dit specifiek te digitaliseren en algoritmes voor te gebruiken, dat is allemaal technologie die uit de verzekeringswereld komt. En die werd eigenlijk in één keer heel aantrekkelijk toen eind jaren 80 een aantal psychologen tot de conclusie kwamen. Die deden een enorm onderzoek en die stelden een hele rits die gingen eigenlijk kijken van hoe goed is nou het oordeel, het klinische oordeel van een psycholoog. Dat bleek in sommige gevallen niet beter te zijn dan de random gok, dat is echt de onderlaag. Toen is men naar die algoritmisering gaan kijken, is die ontwikkeling eigenlijk ingestart. Al zijn problemen, dat wil ik er wel bij zeggen, maar het komt niet uit de lucht vallen. Het komt niet vanuit een wens van kunnen we dit ook eens gezellig digitaal maken? Hoe kunnen we dat racisme en dat vooroordelen wat er ook allemaal in zit, kunnen we dat eens automatiseren? Nee. Maar jij zegt eigenlijk, het maakt niet uit of een mens het doet of een algoritme. De uitkomst is hetzelfde, je bent namelijk altijd biased en je kan altijd een fout maken. Oh nee, dat zeg ik niet. Nee, ik ben de laatste die dat zegt. Nee, ik zeg, wat ik probeer te zeggen is dat je die keuze, dat oordeel over hoe groot is de kans dat iemand in de toekomst in de mist ingaat, of een algoritme dat nou doet, of een mens, die keuze moet sowieso gemaakt worden. Hoe denk jij hierover, Maxime? Zoals we dat nu hebben ingericht, ja. Ik denk hier niet zoveel over. Dit is de mening van Robert. En dan zit er natuurlijk afzonderlijke problemen op het moment dat je een turbo zet op bias en vooroordeel. Door het te gaan automatiseren gebeurt het op grotere schaal. En is het op een of andere manier ook weer lastiger te achterhalen, lastiger aan te vechten. Er zitten allerlei soorten. Er worden verschrikkelijk veel meer gegevens gebruikt dan daarvoor gebruikt werden. De digitalisering zorgt niet alleen voor het kunnen analyseren ervan, maar het stadium daarvoor, de hoeveelheid van gegevens die je verzamelt, is ongelooflijk veel groter dan een mens zou kunnen. Dus er zitten echt wel wezenlijke verschillen in. En zit dat verschil ook bij de verantwoordelijkheid dan? Die verantwoordelijkheid die wordt meestal geregeld door er een mens aan toe te voegen. Dat is de befaamde human in the loop. Dus je zegt, we maken. Human in the loop? Ja, de human in the loop. Je maakt digitale systemen.
En dan ontstaat daar enige zorg over. En dan wordt er gezegd, weet je wat, we doen een human in the loop. En die gaat kijken of het allemaal wel goed komt. En die gaat toezicht houden. En die human in the loop wordt eigenlijk meestal alleen maar gebruikt om de verantwoordelijkheid te dragen. Dus als het misgaat, dan zeg je van, dan ontslaan we die. Want die had toezicht moeten houden. En dan heb je het probleem ook opgelost. Want op zich is één iemand toevoegen en over een systeem toezicht laten houden, dat is vrij lastig en ingewikkeld, omdat je heel slecht kunt overzien wat daar allemaal precies gebeurt. Dus het is een tijdje een modieuze oplossing geweest, maar die blijkt zal, dus ook niet te werken. Die zal waarschijnlijk ook niet heel erg lang houden. Ja, ik vraag me toch nog een beetje af, want je hebt het nu twee keer aan me uitgelegd, maar misschien begrijp ik het toch nog niet helemaal goed. Want wat ik een beetje proef is dat die algoritmes die worden gemaakt door mensen. Mensen hebben een bias, dus die bias zit ook in die algoritmes. Maar jij zegt, dan komt de turbo er eigenlijk op als die in een algoritme zit. Omdat er dan zoveel meer gegevens in zitten en het zo ondoorzichtig wordt dat je niet meer kunt controleren waar een oordeel vandaan komt. Ja, dat heeft ook te maken met het feit dat ik zal daar zo ook nog wel wat over zeggen, dat je nooit één algoritme tegelijkertijd gebruikt. We zijn heel erg geneigd om te focussen op dat begrip algoritme, omdat dat op een gegeven moment is gaan rondzingen. Maar het is natuurlijk niet het enige wat gebeurt. Het is inderdaad eerst de belangrijkste fase wordt meestal overgeslagen, namelijk het verzamelen van gegevens. Waar al vooroordelen in zitten omdat je, of niet zozeer vooroordelen, maar wel problemen in zitten omdat je niet precies bij kunt houden wat je verzamelt, met wie dat wordt gedeeld, waar dat allemaal terechtkomt. Ik weet uit de rechtszaak rondom Siri dat de Universiteit van Groningen heeft geprobeerd een overzicht te maken in de tijd van het delen van data, dus met wie wordt dat allemaal gedeeld, en dan bleek dat dat eigenlijk niet bekend was. Wat wil zeggen dat je niet weet als er iets fout is met wie je dat hebt gedeeld en of je dat nog weer terug moet halen en of je dat moet corrigeren. Dus er zit eigenlijk voordat je algoritmes erop loslaat en analyses maakt en statistische analyses, statistische bewerkingen, zit daar in die fase van de data verzamelen ook al vrij veel problemen en onrust en ruis. Ja. Ja, het woord algoritme geeft dat een soort nieuw en een glansje. Maar ja. Wat ik heel interessant vond in de film, niet in de film, maar in het onderzoek naar die film toe, is als je de discussies gaat lezen tijdens de opkomst van de statistiek, heb je het over 1880. Dat zijn boeken waar je niet doorheen wil komen. Maar heel veel van die fundamentele discussies die werden toen al gevoerd. En dan ging het de hele tijd over in hoeverre kan je nou een sprong maken van het denken over een groep naar een individu. Ik heb het idee dat dat soort vraagstukken ook worden een beetje, dat het daar minder over gaat, omdat het dan zit het woord algoritme er niet meer in en dan kunnen we het niet meer hebben over bias en allemaal van dat soort. Dat is een heel fundamentele vraag. Als je bij de reclassering werkt en je moet op een bepaalde manier iets prioritiseren, je hebt maar zoveel tijd. Dit is een heel naïeve voorstelling van zaken, maar laten we hem gewoon even doen. Je hebt maar zoveel tijd. Je hebt tijd om twee mensen te helpen, er zitten er 10 in de wachtkamer. Dan moet je op een of andere manier gaan prioritiseren wie doe ik eerst. Moet je inschatten. Dat kun je automatiseren. En dat is in heel grofweg ook wat bijvoorbeeld zo'n predictive policing model doet, die prioritiseert. We hebben 2 wagens, zoveel wijken, waar gaan we naartoe? Ja. Dat is op zich, dat moet je toch op een of andere manier doen. En je kunt zo'n algoritme zo goed mogelijk maken. En daar zitten allerlei problemen aan, maar dat is nog wel verdedigbaar. Ik denk dat wat problematischer is dat je zo'n uitspraak over een wijk, of in dit geval over een individu, vervolgens die rangschikt 10 personen. 1 daarvan die is, die heeft 32% kans om volgend jaar in recidive te gaan. Dat klinkt allemaal als dingen die we begrijpen. 32%, we weten wat het is. Recidive, dat weten de mensen die in het strafrecht zitten en of daarbuiten ook nog wel. Maar wat betekent het eigenlijk dat je zegt 32% kans dat iemand dit gaat doen? Dat is heel lastig te interpreteren. En zeker als je die uitspraak vervolgens meeneemt, op een individu plakt, uit die context waarin je alleen maar aan het prioritiseren bent en meeneemt naar de rechtszaal. Ja, 32%, wat moet de rechter dan mee? Is het weinig? Is het veel? Dus daar zit een soort hele rare vertaalslag in, waarin je in één keer bijna ongemerkt
die persoon uit die groep haalt en als individu die statistische uitspraak daarop doet. Met verregaande gevolgen. Ik heb in de Verenigde Staten, waar wel aan predictive policing wordt gedaan, krijgen mensen soms een brief thuis van: we hebben jou in de gaten, je loopt namelijk een groot risico. En je wordt ook gevolgd. En mensen hebben het ook het gevoel dat de politie inderdaad af en toe wat vaker langs hun huis rijdt. En de invloed die dat heeft op je gedrag is ook vrij groot. Dat is een beetje een panopticon waar je dan in zit. Ja. 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 En is dit ook een beetje, want ik moet steeds denken aan dat woord uit jouw essay, de controleparadox. Wat heel erg naar voren komt als we algoritmes gebruiken. En als ik dus jou hoor zeggen van, ja, dan weten we dat het 32% is. Dat klinkt dan alsof het heel vaststaat hoe groot concreet, ja. Ja, en heel concreet wordt wat het risico is. Terwijl dat risico er alleen maar is omdat we dat zo gemeten hebben. Ja, precies. Ja, en heel eendimensionaal ook natuurlijk. Ja. Het is gewoon, het is net als een cijfer voor een, stel je zit een jaar op school en je krijgt één cijfer. Ja, dat is gewoon, wat zegt dat precies? Dus het geldt ook binnen een jaar. Is de kans heel groot dat je dit dat je een misdaad begaat? Ja, is dat pinpasfraude of snoepjes stelen? Ja, of loop ik ergens naar binnen met een geweer met een afgezaagde loop? Ja, dat valt allemaal binnen die recidive. Ja. Maar hebben we hier dan iets aan? Ja. Ik weet niet of ik de persoon ben om het eindoordeel te vellen. Nou ja, wat fraudeopsporing betreft blijkt het niet zo heel erg veel nieuws op te leveren. Dus er zijn een aantal projecten geweest in Nederlandse gemeentes waar wordt geprobeerd om belastingfraude of uitkeringsfraude te zoeken. En dat helpt niet heel erg veel. Dus het systeem komt meestal gevallen op het spoor die toch al in zicht waren van hulpverleners, van wie dan ook. En in je essay schrijf je ook over hoe digitale systemen eigenlijk ons rechtssysteem soort van veranderen en verplichtende dingen opleggen. Is dat dan hier ook het geval? Nou ja, wat Robert zegt, die opkomst van de statistiek, die is natuurlijk alweer wat ouder. 1 à 2 eeuwen zijn we daar nu mee bezig. En er is ook net een boek van iemand verschenen onder de titel Ben ik normaal? In een Nederlandse vertaling van een mevrouw Cheney. Die dat heel mooi uitzoekt, hoe dat precies gelopen is. En de statistiek is opgekomen om de overheid te steunen bij beleidsbeslissingen. Je wilt weten of je iets aan gezondheidszorg moet doen. Je wilt weten of je iets aan woningbouw moet doen. En dan moet je weten hoe het met de bevolking gaat. Dus het was eigenlijk beschrijvend. Maar binnen de kortste keren kreeg iedereen te horen van, ja, de meeste mensen doen het zus en zo. Ik heb laatst van de krant een mail gekregen. Ja, jij leest 's middags online altijd 's middags de krant. En de meeste mensen lezen hem 's morgens. Dus dan denk je, waarom laat je mij dit weten? Ja. Wil je graag dat ik mijn gedrag verander? Ja. Wat is er mis met mij? Je wordt er heel onzeker van. Het is ook best en dan denk wel je, ik heb er ook een goede verklaring voor. Je bent al bijna geneigd om een brief terug te nemen. Schrijven, ik kan dit uitleggen. Maar die hele neiging om voortdurend aan ons te laten weten wat de meeste mensen doen. De commerciële sites maken er gebruik van. Hè? De meeste mensen doen het zo en zo. En dan denk je, oh, nou, dat zou ik het ook maar doen. Ik wil zeggen dat die statistiek heel voorschrijvend is gaan worden, prescriptief. En dat sijpelt door in die fraudeopsporing. Van ja, de meeste mensen doen het zo. Dus degene die het anders doen, daar zal wel iets mis mee zijn. Vandaar ook de term verwonderadressen. Wat een ongelooflijke sterke werking heeft van de hele bevolking die naar het midden van de weg wordt gestuurd. En je reguleert steeds strakker en steeds preciezer. En alles wat daarvan afwijkt, wordt in feite naar het midden gedwongen. Wat eigenlijk paradoxaal is, omdat de norm niet bestaat. Nee, die norm die komt bovendrijven uit gegevens die je verzamelt. Die gegevens verzamel je vrij willekeurig, want je meet inderdaad alleen maar wat je meet. En je meet niet wat je niet meet. Dus je haalt hier en daar wat gegevens vandaan en daar komen normen uit bovendrijven, waarvan die je vervolgens laat gelden om gedrag aan te sturen. Dat is een rare werking die op een of andere manier bekend is komen te staan onder de noemer rationeel. Maar het wil alleen maar zeggen dat je vrij willekeurig gaat rekenen over zoiets zachts en ongrijpbaars als menselijk gedrag. En daar komt dan een cijfer uit, maar je weet niet eens wat het cijfer betekent. En je gaat daar achterheen en je ziet het toch hier en daar wel beschreven worden als een objectieve methode en als uitermate rationeel. Ja. Omdat het een cijfer is. Omdat het een cijfer is. Ja.
En Robert, jouw kritiek is eigenlijk groter dan, dan dat digitale systeem, dan dat OxRec op het rechtssysteem. Kun je daar iets over zeggen? Ja, nou kijk, waar die film voor mij heel erg over gaat, en is wat de advocaat, je tipte het al even aan, wat die advocaat doet. Dus ik heb samen met iemand van de Universiteit van Utrecht een rechtswetenschapper een verweer geschreven. Dus dit is natuurlijk allemaal gespeeld. Maar het gaat uit eigenlijk van al die systemen die echt bestaan. En stelt zich eigenlijk de vraag van, kun je nou eigenlijk iemand op basis van een voorspelling vrijpleiten? En gaat uit van de tegenstelling van, aan de ene kant heb je in de rechtbank wordt er naar een mens gekeken als een handelend individu die elk moment opnieuw kan beslissen, ga ik bijvoorbeeld deze inbraak wel plegen of niet. Daar word je op afgerekend door de rechter. Dat het een rationele beslissing is. Dus ja, rationeel, ja. Maar in ieder geval een individuele beslissing, ja, die je vrij van alle invloeden hebt genomen. En je had iets anders kunnen doen en je wordt je aangerekend dat je dat wel hebt gedaan. Daardoor krijg je straf. En aan de andere kant zijn die risicotaxatiemodellen helemaal ingevoerd met meer een sociaal-wetenschappelijk mensbeeld, wat uitgaat van allerlei factoren die invloed uitoefenen op een individu. En daar komt aan het einde van de optelsom een bepaalde gedraging uit. En dat heb je dan gedaan. Ja, die twee wereldbeelden die verhouden zich heel lastig tot elkaar. En wat die advocaat eigenlijk doet, die gebruikt pakt een heel oud verweer, de afwezigheid van alle schuld. En kleedt eigenlijk wat hij heeft gedaan, en het is een mishandeling, helemaal uit en zegt, nou, dit zijn al die invloeden. Er is zelfs voorspeld en gewaarschuwd dat hij dit zou doen. Dus het stond helemaal vast dat hij dit zou doen. Deze meneer kan er niks aan doen. En wat zijn dat dan voor invloeden? Ja, de film is 32 minuten en ze is nogal breedsprakig. Maar hoe die opgegroeid is bijvoorbeeld? Of? Het is in dit geval, is het een eerdere gevangenisstraf? Maar het zijn ook invloeden als, ja, ik bedoel, wat allemaal wordt meegewogen. Het is zijn leeftijd. Ja, kun je er iets aan doen dat je 38 bent als je 38 bent? Kun je er iets aan doen dat je een man bent als je een man bent? Allemaal van dat soort dingen, ja. Je zou nog iets kunnen zeggen over, misschien in zekere zin heb je wel invloed op je drugsgebruik. Dat kwam ook even naar voren. Maar in het vrije wildebat heb je filosofen die dat helemaal uitkleden en zeggen, ja, uiteindelijk kies je niet zelf voor het brein wat je hebt. Dus je bent niet verantwoordelijk voor je gedrag. Dat is de lijn die hier getrokken wordt. En het plaatst eigenlijk die advocaten ook in een positie waarin ze niet dat model helemaal aanvalt en uitkleedt, wat natuurlijk vaker gebeurt, maar juist ophemelt, omdat ze dat model zo sterk mogelijk wil maken. En daar gebeurt wel iets. Voor mij was dat iets. Je hebt in de geschiedenis van de jurisprudentie een prachtige rechtszaak over een brandstichting waar criminelen een lont door de brievenbus hadden gehangen en er waren allemaal lappen met olie doordrenkt en weet ik veel allemaal. En het was bijna aangestoken, maar net niet. En op dat moment werden zij in de kraag gevat. En dan is het de vraag van, het zijn voorbereidingshandeling, maar ze hadden het nog niet gedaan. Dus ze hadden eventueel nog op hun schreden terug kunnen keren als ze niet betrapt waren geweest. En dat kun je eigenlijk in dit soort benaderingen helemaal niet meer zeggen, want dan zeg je van nee, er was niets anders aan te doen dan dat ze dat zouden zijn gaan doen. En dat hele cruciale moment in het recht, in dat arrest, dat is eindeloos besproken, want daar zit een prachtig iets in van ja, maar je hebt het nog niet gedaan. En dat verrichten van die daad is in het strafrecht van oudsher zo ontzettend belangrijk. Je hebt het gedaan. En pas dan gaat het recht zich over jou buigen, zolang je het nog niet hebt gedaan, niet. En dat is volslagen losgelaten hier. Ja. En, maar dan ook radicaal, dus er gebeurt iets enorms. Het gaat niet meer om je gedrag, het gaat om wie je bent. Ja, en wat je zou kunnen doen. Ja. Ja, en dat is eigenlijk het fundament wat onder dus al deze systemen ligt. Onder de toeslagenaffaire, ja. Onder dat predictive policing en ook onder dat OxRec. Het gaat allemaal om een inschatting van, gaan mensen iets doen? Ja. Ja, en ik moet iets, kan ik een klein iets toevoegen? We hadden het even over predictive policing en toen hadden we een soort van overeenstemming van, ja, dat gebeurt eigenlijk in Nederland niet. En toen dacht ik een paar minuten later aan het feit dat ik onlangs die fantastische documentaire heb gezien, Moeders, op NPO. Ik weet niet of iemand dat heeft gezien, het gaat over de top 400, top 600. Oh ja. Nou, dat is dit, dat is één op één, ja.
En dan gaat het over kinderen van 14 die... een van de factoren die bijvoorbeeld wordt meegewogen is 3 keer van basisschool verwisselen. Nou, dat is dan in de boeken, zonder dat ik daar cynisch over ben, in de criminologie is dat een factor die kan bijdragen aan die voorspelt dat er mogelijk iemand in de toekomst de mist in gaat. Dus ja, het is natuurlijk wel heel problematisch dat de gemeente dat 1-op-1 gaat gebruiken om een kind van 14 extra in de gaten te houden. Tot eindeloze staande houding aan toe. En ja, dat genereert op een gegeven moment natuurlijk zijn eigen waarheid ook. En dat is iets heel problematisch. Je doet een uitspraak over iemand en dat heeft effect. Ja. En dat wordt heel vaak niet meegewogen. Dat kan je bijna niet meewegen. Ja. We gaan het straks in het volgende gesprek ook hebben over transparantie van algoritmes. En hoeveel zin dat heeft en hoe dat zou moeten. Hoe je algoritmes transparant kan maken en wie daar dan naar kijken. Heb jij daar voorbeelden van of dat werkt of niet? En hoe dat werkt? Oh. Transparantie of het werkt? Ja, of hoe dat zou moeten. Help, je bent een beeldend kunstenaar. Oh ja, natuurlijk. En ik heet Glas van mijn achternaam. transparantie zou wel mijn ding moeten zijn. Ja, nou kijk, het is iets heel ingewikkelds. Het kan wel even voorbij. Ik ben opgeleid als fotograaf. En daar zitten, als je daarover leest, de discussie over fotografie speelt transparantie soms ook wel een rol. En het gaat inderdaad altijd over... Nou, je hebt een raam, daar kun je doorheen kijken. Dat lijkt heel transparant, maar wat zie je allemaal niet? En dat geldt ook voor de fotografie. Je kunt iets laten zien en zeggen, kijk maar, het is er allemaal. Maar wat valt er buiten beeld? Wat zien we niet? En je kunt uiteindelijk, heeft nooit iemand de capaciteit om alles te bekijken. Dus het is een soort van valse belofte ook, kan het zijn. Ja. Oké. Nou, dat is een mooie belofte voor het volgende gesprek alvast. Ik wil jou heel erg bedanken, Robert. Fijn dat je hier was. Aan het eind mogen mensen ook nog vragen aan je stellen, maar voor nu mag je even in het publiek gaan zitten. Ja. Dank je wel. En er mag een applaus komen. Ja. Maxime, je hebt een lezing voor ons voorbereid. Nou, dat is een groot woord. Maar we gaan toch naar je luisteren. Graag ook een applaus. Tja, een lezing. Ik zie ook helemaal niks. Het is hier heel donker. Ik wil alleen even iets in aanvulling hierop vertellen over het tijdschrift Wired, waarin in maart een artikel verscheen. En dat artikel ging over ons eigen Nederlandse stad Rotterdam, dat een systeem heeft gebruikt precies voor het profileren van burgers, zoals we zojuist besproken hebben. En dat artikel verscheen onder de kop Inside the Suspicion Machine. Want de algoritmes die Rotterdam gebruikte bij dat systeem, zei Wired, kun je het beste zien als een verdenkingsmachine. En dat ging er inderdaad om dat je van oudsher het recht heeft ingezet op het gedrag van mensen. En dat je nu opeens gaat kijken naar de kenmerken van mensen. Niet naar wat ze doen, maar naar wie ze zijn. En op grond van wie ze zijn een verdenking uitspreekt. Tot nu toe ging een verdenking over het feit dat je misschien iets gedaan had, maar nu gaat een verdenking over dat je iets kunt gaan doen. En Wired wees erop dat en Robert zei dat ook al, dat die kenmerken er over het algemeen om gaan. Dat gaat om kenmerken die je zelf niet kunt beheersen of beïnvloeden, zoals je geslacht, gender of je etniciteit. Wat voor een hulpverlener, schreef Wired, een kwetsbaarheid van iemand lijkt, dus een reden tot zorg. Bijvoorbeeld dat iemand het tekenen vertoont van het hebben van een laag zelfbeeld, wordt door de machine opgevat als een reden voor verdenking. Dat wil zeggen, zodra de hulpverlener uit zorg zoiets heeft opgemerkt in het systeem, vat het systeem dat op als een reden tot verdenking. En wat er in dat systeem terechtkomt, is vervolgens nogal chaotisch, schreef Wired, want er zijn uitermate invasieve intieme gegevens, zoals de vraag hoe lang heeft je laatste romantische relatie geduurd.
wat dat ook mogen betekenen. Het zijn heel subjectieve gegevens die erin worden geschreven, maar door mensen die maar wat over je opschrijven. Zoals je talent om mensen te overtuigen en te beïnvloeden. Hoe dat precies wordt beschreven is ook een vraag. Er komen hele banale gegevens in terecht in dat systeem, zoals de vraag hoe vaak jij de gemeente hebt gemaild. En nogal irrelevante gegevens of je wel of niet aan sport doet. En dat wordt allemaal bij elkaar geharkt. En ondanks het feit dat er zoveel bij elkaar wordt geharkt, blijkt het systeem met deze risicoscores toch weinig beter te presteren, zegt Ward, dan wanneer je mensen willekeurig selecteert. En niettemin worden al dit soort machine learning algoritmes gebruikt om steeds meer beslissingen te nemen over het leven. Niet alleen als verdenkingsmachine, maar ook naar welke scholen de kinderen moeten gaan. Of iemand wel of niet uitgenodigd wordt voor een sollicitatie. Welk gezin wel of niet een lening krijgt. Dat wordt allemaal op deze manier vastgesteld. En de ellende, zegt Ward, is dat burgers geen manier hebben om de beslissingen te begrijpen. Maar ook niet om ze in twijfel te trekken. En in die rechtszaak rondom Siri, het systeem risico-indicatie, waarbij ik, zoals gezegd, betrokken werd, bleek dat probleem nog iets groter. Want niet alleen de burgers kunnen hun data niet achterhalen, maar ook de rechter deed de uitspraak dat dit systeem niet mocht worden gebruikt, omdat de rechter zelf geen inzage kreeg in het systeem. Het parlement had zich er al niet heel erg over gebogen en dat wil zeggen dat je een probleem krijgt met de machtenscheiding in de straat en de trias politica. Want als de uitvoerende macht een systeem gebruikt waar de rechter vervolgens geen controle op kan uitoefenen, dan gaan de machten schuiven. En zeker als die systemen worden ontworpen door bedrijven waar de uitvoerende macht al helemaal ook geen eigen inzicht in heeft, dan verschuift de hele staatsmacht langzamerhand naar de bedrijven toe. Nou zou je dit inderdaad kunnen oplossen door algoritmes transparant te maken en doorzichtig, en dan weet je wat ze gaan doen, en dat is ook de oplossing die het meest wordt bepleit. Het probleem is dat die algoritmes niet afzonderlijk opereren, maar er is een grote verbondenheid van algoritmes met elkaar, met systemen, machines en de verbondenheid kan zo groot zijn dat je op een gegeven moment niet meer weet waar die juridische beslissing precies wordt genomen. De lokalisering van de juridische beslissing wordt moeilijk. Als computers met elkaar in gesprek zijn gegaan en je weet niet meer, want in feite is dat wat digitalisering doet. Je zet regels in natuurlijke taal om in taal die computers met elkaar spreken. Die gaan met elkaar in gesprek en je weet niet meer welke informatie op welke plek tot welke conclusie leidt. Dus het gaat helemaal niet zozeer om één algoritme alleen, maar om een heel netwerk van verbonden technologieën. En eigenlijk was mij gevraagd om voor te lezen uit mijn boek, dus ik heb er een alinea uitgevist. Op pagina 12, mocht u het willen nalezen. De problemen ontstaan door een escalatie van fouten in een woud van onderling verbonden technologieën. Eén onjuist persoonsgegeven over jou, hoe futiel ook, kan gaan ronddwalen door een administratief systeem en kan vervolgens je rechtspositie op een terrein aan de overkant van het woud bij een heel onverwachte overheidsdienst onderuit halen. Oplossingen als toezicht op algoritmes of eigendom van data zijn niet voldoende. Je moet naar het hele systeem en het hele netwerk kijken. Ward laat zien dat in Rotterdam verschillende vragen worden gesteld over mannen dan over vrouwen. Het is een grappig artikel. Voor de hand liggende oplossing is dan om te kijken naar racistische en seksistische vooroordelen, bias in algoritmes. En dat gebeurt ook veel. En je kunt proberen om algoritmes zo te formuleren dat ze niet discrimineren. Maar ook als dat lukt en als de afzonderlijke algoritmes geen onderscheid maken tussen mensen op basis van kleur of geslacht, kan het alsnog gebeuren dat de digitale omgeving in haar geheel wel discriminatie in de hand werkt.
En ik vond gelukkig daar een goed voorbeeld van onderzoekers Anja Lambrecht en Catherine Tucker. Die hebben onderzocht of mannen en vrouwen even vaak online advertenties aangereikt krijgen van vacatures op het gebied van wetenschap en technologie. En dat bleek niet het geval. Jonge vrouwen krijgen veel minder vacatures aangeboden in deze vakken. Maar het bleek dat het niet aan de algoritmes lag, want die discrimineerden niet. Die waren op zich, werkten die seksneutraal. De vrouwen, met name jonge vrouwen, kregen die advertenties minder aangeboden, omdat jonge vrouwen verschrikkelijk populair zijn op het internet. Die zijn namelijk op de advertentiemarkt, op de grote platforms waar die vacatures ook staan, zijn de jonge vrouwen een heel populaire doelgroep. En het is heel duur om ze advertenties te laten zien, want die jonge vrouwen hebben heel veel meer interesses dan alleen maar vacatures op het gebied van wetenschap en technologie. Waardoor het zo duur wordt om ze die advertenties aan te bieden dat het niet gebeurt. Dat wil zeggen dat het discriminatoire effect van de advertentiemarkt veel complexer is dan dat het gaat om één enkel algoritme. En het is dus ook veel minder gemakkelijk te bestrijden als je dat zou willen doen. En al met al kun je zeggen dat algoritmes fatsoeneren heel nuttig is. Maar het is niet genoeg, omdat het de hele online omgeving is dat ons gedrag bepaalt en onze rechtspositie. Nou zou ik ook nog heel graag iets willen zeggen over coders, maar omdat we het nu zo specifiek over algoritmes hebben, laat ik daarbij zitten en ga ik het gesprek zo meteen aan met de diepe inzicht dat het niet dat je met transparantie van algoritmes alleen het niet helpt, omdat het recht in zijn geheel verandert doordat je digitaliseert. Je digitaliseert en het recht verandert. Berekeningen doen nu wat we van oudsher deden in natuurlijke taal. En dat vraagt om een veel diepere doordenking van de toekomst van het recht en het reguleren en het normeren dan alleen het voorkomen van vooroordelen en bias in Rotterdamse algoritmes. Ja. Dankjewel. Ik vraag graag wetenschapper kennisvalorisatie Iris Muis en Tim Vos Goedhart, senior projectleider van de Open State Foundation, uit om bij ons te komen zitten. En ik vraag ondertussen toch nog even aan Maxime. Je eindigde net met dat het recht echt op het punt staat om fundamenteel te veranderen door die digitale transitie waar we in zitten. Kun je iets vertellen over die verandering of iets een voorbeeld geven? Nou ja, ik denk dat we het daar steeds over hebben gehad. Het feit dat er zijn twee dingen. Het feit dat normen uit statistieken komen bovendrijven, dat is nieuw. Ja. En dat is een combinatie van statistiekgeschiedenis en digitalisering en datafisering daarvan. Ja. En de andere is het feit dat je niet meer in natuurlijke taal reguleert, maar dat je van het papier afkomt en dat je regels in de omgeving gaat schrijven. En dat is eigenlijk het andere onderwerp. Het feit dat je coders maakt die je bijvoorbeeld door je smartphone laat handhaven. Denk aan onze bekende vaccinatiecode. Als je die ook nog eens een keer in een netwerk stopt, dat wil zeggen je knoopt er andere passen aan vast en je knoopt er nog eens sociale media aan vast en het mailverkeer van burgers, dan krijg je ook een vrij onoverzichtelijke manier om mensen aan te sturen die vrij dwingend kan zijn en waar ook dezelfde onverwachte, onprettige gevolgen uit voorkomen. Dus het is zowel statistieken als code in omgevingen, in slagbomen, in toegangs. Ja, en de grotere systemen waar dan een klein onderdeeltje van is wat wij zien en de rest raakt in een brei verward. Ja, in een brei verward. Dat is maar net hoe. Ik neem aan dat computers dat zo niet zien. Die praten gezellig met elkaar over van alles en nog wat. En daar, wel. En daar komen vrij dwingende effecten voor ons uit. Ja. Die nieuw zijn.
Iris en Tim, jullie zijn allebei, werken jullie in het veld om algoritmes transparanter te maken. Dat doen jullie allebei op een andere manier. Kunnen jullie misschien uitleggen wat jullie precies doen? Iris, om met jou te beginnen. Oké. Ik werk bij Universiteit Utrecht bij een team dat Dataschool heet. Wij richten ons op data-ethiek. Dus hoe kan je verantwoord technologie inzetten? En dat kan op een heleboel manieren. Dat kan door te focussen op transparantie, waar jij straks meer over gaat vertellen. Wij richten ons eigenlijk op alle publieke waarden en mensenrechten. En willen graag dat die gewaarborgd worden bij dit soort technologische toepassingen. Daar hebben we een aantal hulpmiddelen voor ontwikkeld. Die vooral overheidsorganisaties helpen om dit soort technologieën op een goede manier in te zetten. Ik zag vandaag dat je ook iets ontwikkeld hebt, zodat er functioneringsgesprekken kunnen gevoerd worden met AI. Ja, klopt. Klopt. Ja, dat is speciaal voor toezichthouders. Is dat de human in the loop? Nee, dat is meer... Ja, stel dat een algoritme wordt ingezet bij een organisatie... En misschien vinden zij wel dat heel erg goed gaat, dan... is het fijn als je een toezichthouder hebt die checkt of dat inderdaad goed gebeurt. Die zit niet in die loop, die staat echt buiten die organisatie. En die kan dat monitoren. Dus dat is een vorm van zeg maar checks en balances die je kan implementeren, die je zou moeten implementeren, ja. Om onze democratische samenleving te waarborgen. Tim, jij werkt bij de Open State Foundation. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik kan ons missiestatement vertellen. Wij werken aan het openen van data voor een transparante samenleving. Transparantie biedt een startpunt voor controle, voor toezicht. Ik ben namelijk voor een deel eens met Maxime's woorden, voor een deel niet. Er zit namelijk altijd een human in the loop op het moment dat er besluitvorming uitkomt. Het is namelijk een subject, een mens die het subject is van dat besluit. En als je... transparantie hebt, dan heb je op zijn minst één human in de loop die het snapt. En die er belang bij heeft om dat te snappen. Er zijn een heleboel ethische risico's verbonden aan het inzet van AI. En ik zou eigenlijk de vraag stellen, hoe bang willen jullie hier vandaag weglopen als we het over transparantie hebben? Hoeveel algoritmes zijn jullie tegengekomen op weg hier naartoe bijvoorbeeld? Waarvan je eigenlijk niet weet wat ze doen, hoeveel toestemming je hebt gegeven en wat dus eigenlijk de impact is op je eigen leven. We hebben in december nog voor het laatst een panel gehouden met inwoners van de stad Amsterdam. En dan gaf ik het voorbeeld, je gaat een paspoort aanvragen bij de gemeente. Dat betekent dat je uiteindelijk ook bij de balie terechtkomt. Die afspraak bij de balie, hoeveel algoritmes ben je tegengekomen? Dat gaat van je Google Maps, hè, die de optimale route geeft, de infraroodsensor, waarbij sommige supermarkten vroeger mijn gezicht bijvoorbeeld niet herkenden, omdat het niet genoeg warmte uitstraalde, tot de herkenning van of je pasfoto wel recht is, en dan nog een aantal. Mm-hmm. Op hoeveel daarvan moet je eigenlijk toestemming geven? Hoeveel daarvan accepteer je? En hoeveel daarvan moet je dus eigenlijk informed consent geven, dat is dan de juiste term, om te zeggen, ja, ik ben het eens met de inzet van dit algoritme. Ja. Dan hebben we het dus over impact op mensenrechten, is daar een onderdeel van. Maar het begint dus bij weten dat ze er zijn en vervolgens wat ze... En jij vindt eigenlijk dat we dat de hele tijd daar bewust van zouden moeten zijn? Nou, laten we dat niet doen. Ik ben ook niet bewust van hoe mijn auto precies werkt. Dus ik vertrouw erop dat er experts zijn geweest die daar regels op hebben gesteld. Maar ik weet wel dat die auto en die motor ooit een keer volledig uit elkaar zijn gehaald door experts. En nagekeken en ontworpen, et cetera. En wanneer is het wel nodig dat we dat weten? Wanneer is informed consent nodig? Nou, heel vaak wordt gezegd dat is nodig op het moment dat je persoonsgegevens verwerkt. Of op het moment dat er unwanted bias is, ongewenste bias. Algoritmes maken heel veel onderscheiden. Sommige onderscheiden zijn gewoon nodig. Ik zou zeggen... Het is nodig op het moment dat de impact op jouw leven er is. Dus het gaat niet zozeer om of jouw persoonsgegevens zijn verwerkt, maar of het de impact heeft op je leven. Ja. En Maxime haalde net de casus in Rotterdam aan. En ik hoorde dat jij bezig bent met een soortgelijke casus in Amsterdam. Klopt dat?
Nee, in Rotterdam. Oh, in Rotterdam, Rotterdam ook? Ja. Okay. Ja, zeker. Dezelfde casus. Dezelfde? Ja, ja, ja. Kun je daarover vertellen? Ja, ongeveer 2 jaar geleden is ons gevraagd, met ons bedoel ik een team van Universiteit Utrecht, om een impact assessment te ontwikkelen voor algoritmes. Mm-hmm. Om te kijken of ze mensenrechten raken. Dat bestond nog niet, dus dat hebben wij gemaakt. En vorig jaar is er een motie aangenomen in de Tweede Kamer om dat impact assessment ook verplicht te stellen voor alle overheidsalgoritmes. Het is nog niet verplicht, maar veel gemeentes en andere overheidsorganisaties willen er wel al graag mee beginnen, want die willen het graag goed doen. Die weten vaak niet hoe, maar ze willen het wel. De gemeente Rotterdam onder andere heeft ons gevraagd om hen te helpen bij het uitvoeren van dit impact assessment. Dat doen ze op hun high impact algoritmes. Dat zijn er niet superveel, iets van 7 of 8 in de hele gemeente. En dit is daar 1 van. En hoe was dat om daar onderzoek naar te doen? Nou, we zijn nog niet klaar. We zijn nog steeds bezig. Ja, ik vind dit thema gewoon super interessant. Dus heel boeiend om te zien wat er precies gebeurt. Wat ook intern de overwegingen zijn om bepaalde keuzes te maken. Hoe die kluwen eigenlijk in elkaar zit. Dat ga je eigenlijk helemaal ontwarren door zo'n impact assessment te doen. En dan ga je uiteindelijk, of je, ik niet, maar de organisatie zelf, een afweging maken van okay, wegen de baten van dit algoritme op tegen de nadelen, de eventuele schadelijke impact op mensenrechten. En dat is echt soms een hele moeilijke afweging. Maar een afweging die wel gemaakt moet worden. En je hebt het over high impact algoritmes. Wat zijn dat dan bijvoorbeeld voor soort algoritmes? Bijvoorbeeld algoritmes voor recruitment. Algoritmes die social scoring doen op de een of andere manier. Eigenlijk algoritmes die gewoon echt een grote impact hebben op mensen. Ja, de precieze definitie is nog niet helemaal vastgesteld. Er wordt in Europa ook nog heel veel over gediscussieerd. Maar dat is een beetje mijn stelregel. Als het veel impact heeft op individuen, dan kan je wel stellen dat het een high impact algoritme is. Hoe luister jij hiernaar, Maxime? Ja, kijk, je kunt, wat tot nu toe, en dat is maar goed ook, heel erg veel gebeurd, is kijken naar technologie die er is. En je probeert de rechten die wij hebben, mensenrechten en ethische dingen, daaraan op te leggen. En wat ik probeer duidelijk te maken steeds, is dat dat een belangrijke eerste stap is, maar dat het volgende probleem is dat je de manier waarop het recht werkt door de invoering van technologie zelf aan het veranderen is. En dat is een stap verder en die is fundamenteler en lastiger. We normeren anders, we sturen gedrag anders aan door dit soort technologieën en daarmee veranderen we de werking van het recht en het karakter van het recht. En al dit soort projecten zijn in feite die fase daar vooraan. Je zegt, we hebben bepaalde juridische eisen en die gaan we opleggen aan algoritmes of aan systemen die er zijn. Bijvoorbeeld de gedachte dat je toestemming moet geven. Ik vond een heel erg mooi voorbeeld waar ik heel blij mee was, omdat het simpel is en het goed te begrijpen. Je kunt zeggen, je moet toestemming geven om je gaat zelf over je gegevens en je geeft toestemming voor gebruik van je gegevens. Je zegt, ja, ik wil deze gegevens delen. En dan ga je ervan uit dat de individuen daar overzicht over hebben. Ik vond het voorbeeld van een menstruatie-app in de Verenigde Staten. Daar is de abortuswetgeving ingrijpend veranderd. Dat wil zeggen, een arrest is teruggedraaid. En nu kunnen staten besluiten dat abortus alsnog weer strafbaar wordt. En op het moment dat dat gebeurde, begonnen vrouwen massaal de menstruatie-apps van hun telefoon te gooien. Omdat ze tot dan toe hadden gedacht, die data die kan ik rustig delen, daar is niets mis mee. Maar op het moment dat de wet verandert, denk je, oh mijn god, die data die komen straks terecht in een strafzaak. Ja. Dus die haal ik weer terug. Nou, kun je deze misschien nog terughalen, tenzij ze ergens zijn opgeslagen. Maar
dat maakt heel erg snel duidelijk dat je eigenlijk helemaal niet kunt overzien waar je toestemming voor geeft. Je kunt je data wel gaan delen, maar straks verandert de wet en dan verandert de hele situatie. Dus er zijn een bepaald soort van oplossingen die worden gekocht, vooral transparantie van algoritmes en eigendom van data, waarvan je vrij veel problemen kunt aanwijzen. Ja, maar individuen kunnen dat niet overzien en een overheidssysteem kan het ook niet overzien. En bovendien kun je doordat die netwerken gaan beslissen, stuur je gedrag op zo'n hele andere manier aan dat de oude werking van het recht helemaal niet meer de meetlat is voor wat we aan het doen zijn. Dus dit moet absoluut heel erg gebeuren en het is ook maar goed. En Europa loopt daar ontzettend in voorop, ook met name Europa en nog meer dan de nationale landen. En het is allemaal heel wezenlijk, maar ik denk dat we nog één spade dieper de grond in moeten en ons moeten realiseren dat je gedrag op een hele andere manier gaat vaststellen wat welk gedrag wenselijk is. Ja. Is dat ook iets waar jij je mee bezighoudt als je die algoritmes bestudeert en kijkt of ze, hoe ze werken en of ze wel goed werken? Zeker, ja. Je stipt een heel belangrijk punt aan doelbinding. Dat is nu wettelijk vastgelegd, gelukkig, in een Europese wet, Algemene Verordening Gegevensbescherming. Die zegt eigenlijk dat een algoritme alleen voor dat doel mag worden gebruikt waarvoor het bedoeld is, in eerste instantie. En natuurlijk is het heel aantrekkelijk om er van allerlei doelen gaandeweg bij te halen. Van, het zou ook heel makkelijk zijn om al die menstruatie-app-data te gebruiken om te kijken wie de abortuswet overtreedt. Maar doelbinding zegt dus nee, dat mag niet. Je mag het niet voor een ander doel gebruiken. Je mag het alleen voor het initiële doel gebruiken. En ik denk dat dat enorm belangrijk is. En ik denk waar het ook over gaat is dat we, ik wil hem eigenlijk iets breder trekken dan alleen het recht, maar als we hem naar de hele samenleving verschuiven, moeten we onszelf ook de vraag stellen, wat voor soort samenleving willen wij? Willen wij dat publieke waarden worden ondermijnd door dit soort technologieën? Het antwoord is denk ik heel makkelijk, nee, dat willen we niet. Oké, maar dan moeten we wel actief dingen gaan doen om te voorkomen dat het gebeurt. Want als we het gewoon op zijn beloop laten, ja, dan ja. Komt het niet goed. Ja, ik kom zo naar jou, maar ik heb nog één vraag. Je zei net ook over die mensenrechten, hè? Dat check je dan allemaal met zo'n algoritme. Kan de conclusie dan ook zijn, dit algoritme gaan we wegdoen? Dit gaan Zeker. We niet meer gebruiken? Ja, ja. En die ruimte zou er ook altijd moeten zijn. Ja, ja. En we zien wel soms dat er al zoveel tijd en geld is besteed aan de ontwikkeling van zo'n algoritme. Daar is een organisatie al jaren mee bezig. Misschien wil een bestuurder of een politiek verantwoordelijke ook een beetje scoren van, dit is cool, dus dit moeten we doen. Dat zag je een paar jaar geleden met blockchain heel erg. Dat je bijna niet meer terug kan of het gevoel hebt dat je misschien niet meer ermee kan stoppen. Maar die ruimte moet er altijd zijn. Ja. Tim, jij was heel veel aan het opschrijven. Ik heb een aantal aantekeningen meegenomen, want ik kan dit allemaal uitleggen in een aantal lijstjes. We maken aanbevelingen, we doen aanbevelingen aan overheden. Hoe ga je hier nou mee om? Hoe ga je nou goed transparant die algoritmes uitleggen aan burgers? Want uiteindelijk moet het echt aan de burger, niet alleen aan de expert. Maar heeft de burger daar tijd voor? Omdat allemaal, want ik weet zelf hoe dat gaat. Als je een app installeert en er staat, ga je akkoord met die voorwaarden, dan doe je gewoon zo en dan druk je op akkoord. Ja, nee, dat is een hele goede vraag. Ik maak dat in lijstjes. Ja. Ik kan 5 aanbevelingen geef geven, ik kan er 10, ik kan er 100 aangeven. Laten we het bij 5 beginnen. Laten we bij 5 beginnen. De 5 die we eigenlijk het meeste doen is de human in the loop crowdsourcen. Oftewel, een publieke consultatie. Net zoals dat we dat met wetgeving doen, vinden wij dat we dat ook met algoritmes moeten doen. En dat betekent niet dat iedereen in Nederland op zo'n consultatie reageert. Op een wetgeversconsultatie reageren soms ook maar 3 mensen, soms honderden. Laten we daar nou eens mee beginnen. En hoe doe je dat dan in de praktijk? In de praktijk, nou ja, net zoals we een wetgeversconsultatie doen. Dus dat betekent dat je de documentatie over je algoritme neerlegt. Dat je uitlegt waarom je het wil. Dat je er een hele memorie van toelichting bij schrijft. En dat je er een mooi kader, een IAMA-toets op loslaat. Mensenrechten Impact Assessment. Sorry, ik zal de afkorting niet te veel gebruiken. Nou, dat is dus 1.
Ik zal even iets sneller doorgaan. Is dat een goede zaak? Lijkt me enorm goed. Ja. Nou ja, goed, iets wat ondertussen is gekomen is natuurlijk, althans wordt belegd bij de autoriteit persoonsgegeven, is een autoriteit die in kan grijpen. Die kan zeggen, joh, dit moet anders, dit moet beter, hè, waar experts bij elkaar zitten. En die ook gewoon ongevraagd advies kan geven. En ongevraagd kan zeggen, joh, hier moeten jullie mee stoppen. Een failsafe. En dan hebben we het niet over de noodknop bij de overheid. Maar eigenlijk de failsafe van de burger. Een goed voorbeeld ervan waar die in zit, is het matchingsalgoritme voor gedetineerden. We hebben wat arbeidstekort in gevangenissen. En dat betekent dat er af en toe gevangenen bij elkaar in een cel gezet worden. Daarvoor hebben ze een mooi algoritme geschreven. Wie gaat elkaar geen kwaad doen in die cel? Maar uiteindelijk is de keuze, de definitieve keuze, bij de gevangenen. Die mag bij de gedetineerden. Die mag zeggen, nee, ik wil toch alleen in een cel. Dat is de failsafe. En ik zeg dan failsafe knop, maar in dit geval is het gewoon een mondelinge, nee, dat wil ik niet. En daarna komen we bij de transparantiepunten. Publicatie van de broncode voor de experts. Want we hebben een samenleving waarin we in verschillende lagen van geïnteresseerdheid in onze overheid leven. We hebben experts die het vanuit hun beroep geïnteresseerd zijn. Mensen die vanuit belangstelling geïnteresseerd zijn. En een hele grote groep die, zolang het ze niet direct raakt, niet geïnteresseerd zijn. En die tussenlaag, die experts, dat kunnen mensen zijn zoals hier in het publiek zitten die AI maken. Dat kunnen journalisten zijn, dat kunnen wetenschappers zijn. Die hebben een belangrijke rol daarin te vervullen. En om dat te kunnen doen, hebben ze toegang nodig, hebben ze inzicht nodig. Dus transparantie. En dan vervolgens nog een publiek register. En dat is eigenlijk die laatste stap. Het sluitstuk zeg ik ook altijd. Algoritmeregister is een sluitstuk. Dat is namelijk waar je een mooie visualisatie maakt. Een mooie beslisboom. Waar zit die human in the loop dan? Wie is er politiek verantwoordelijk? Ja. En wie is er bestuurlijk verantwoordelijk? Ja. Want het laatste is ook nog een belangrijke. De verantwoordelijkheid moet op de juiste plek liggen. En je zei het al. Wetgeving omzetten in code. Nou ja, goed, als juristen weten we dat wetgeving uitleggen al een heel vakgebied is. Dat kun je op verschillende manieren doen, historisch, letterlijk. Laat dat niet over aan een developer. Laat dat ook echt bij de wetgever. Ja, dit klinkt wel als goede waarborgen om het transparant te maken. Maar volgens mij is de vraag die er nog steeds onder ligt, hoe zorg je er dan voor dat die algoritmes niet de samenleving op een bepaalde manier normeren? Waardoor, ja, het rechtssysteem verandert. Ja, ik denk dat het normeren van onze samenleving en proberen in cijfers te gieten van onze samenleving is altijd al bezig. Ik bedoel, een vriend van mij is actuaris, die zal je vertellen dat hij heeft dikke boeken met waarin ik precies kan opzoeken wanneer ik zal sterven. Althans, volgens de cijfers. Ja. Daarop is mijn risicoverzekering gebaseerd en mijn hypotheek. Dus dat hebben we altijd al gedaan. Ja, de eerste versie van de computer werd ook wel de government machine genoemd. Ja. Dus dat hangt ook heel erg samen met openbaar bestuur. Cijfers, dingen opschrijven, de census, hè, de volkstelling. Dus dat ja, past eigenlijk heel goed bij elkaar. Dus eigenlijk is dit gewoon iets wat we altijd al doen? Ja, dat zegt iedereen voortdurend. Ik denk wat digitalisering bijzonder maakt, is zijn snelheid en schaal. En niet zozeer de essentiële eigenschappen van functies of zo, want die functies zijn er altijd al geweest. Kijk naar het Romeins recht, dat werkt ook met formuleringen en toegangssystemen tot het recht. Maar snelheid en schaal zijn zo gigantisch toegenomen dat. En los even van overheidsnormering, als je kijkt naar wat bedrijven aan het doen zijn met het sturen van menselijk gedrag, dat gaat zo razendsnel. Dat wil zeggen dat je eigenlijk op het moment dat er iets over jou vastgesteld is, dat een profiel is gemaakt, beïnvloedt het je gedrag al. Want je, op het internet, die zoekmachines die sturen je kant op het moment dat je al iets hebt ingetikt. En dat zijn mogelijkheden die er nu zijn, die er echt, 30 jaar geleden niet waren. Dus, en die snelheid en die schaal, die zijn zo gigantisch, ook de schaal van de hoeveelheid gegevens die ook overheden verzamelen over ons, dat
die vrij relatieve verschijnselen als snelheid en schaal echt essentieel aan het worden zijn. Dat is een essentieel verschil. Dus ik ben nooit zo vatbaar voor het argument van ja, dat deden we jaren altijd geleden al, ook al. Want we gaven elkaar vroeger ook kopieën van gegevens van mensen en dat mocht toen ook niet en dat doen we nog steeds en dat mag niet. Nee, maar vroeger zag je aan een kopie dat het al 20 keer gekopieerd werd. Het werd helemaal paars en dat begon raar te ruiken. Terwijl nu kun je die gegevens op enorme schaal met iedereen delen en je kunt het niet meer achterhalen en overheden doen dat. En wat jullie schetsen zijn de waarborgen, maar ik ben ook geneigd naar de praktijk te kijken en je weet dat het in de praktijk op dit moment gewoon heel velen nog niet doordrongen zijn van al die waarborgen. Dus er wordt heel veel en op heel grote schaal gedeeld. En dat is wezenlijk anders dan een aantal jaren geleden. Ja. Mag ik daar een voorbeeld van geven? Want je hebt helemaal gelijk, die praktijk is weer barstig. De overheid wringt zichzelf af en toe in een soort van spagaat om te zeggen, nee, we doen het goed. We zetten het op afstand. Het voorbeeld wat ik wil noemen is het dashboard zicht op ondermijning. Begon in 2017 met een hele hippe naam. City Deal zicht op ondermijning. Tegenwoordig heet het gewoon zicht op ondermijning. Het is geen City Deal meer. Maar het is een dashboard waarin CBS-data, statistieken dus, worden verwerkt. Samen met Kamer van Koophandelgegevens. Maar ook bijvoorbeeld gegevens van Bureau Halt. We hebben het dus over gegevens van minderjarigen. Wordt dan geaggregeerd, gezorgd dat het niet herleidbaar is tot individuen. En op basis daarvan komen mooie kaartjes, visualisaties waar afwijkingen zich plaatsvinden. Oftewel afwijkingen in verhoogd risico op bepaalde types criminaliteit in wijken. Het is geen predictive policing op individueel niveau, maar wel op wijkniveau. En dat accepteren we gewoon in Nederland. En waarom dan? En waarom dan? Omdat het CBS zegt, ja, de privacy is in orde. Ja. En dan is het klaar. En dan zegt de Kamer, oké. En slikken het voorzitter koek. Ja, ik denk dat daar echt wel een verbetering ligt. Een bewustzijn ook bij de politieke laag. Want die hebben echt een enorm belangrijke controlerende functie. En die kunnen echt waarborgen eisen. Maar ik denk nog te veel hebben mensen het gevoel van, IT is echt een IT-vraagstuk. Ik weet niet eens hoe ik mijn tablet moet repareren, ja. Dus laat dat maar over aan die experts. Nee, de politiek moet hier ook echt standpunten over gaan innemen. Moet daar wetgeving voor komen? Wetgeving kan helpen, ja, zeker. Ik denk dat er ook een maatschappelijk bewustzijn moet komen over deze risico's. Ik denk dat er in scholing veel gedaan moet worden. Digitale geletterdheid is nog niet eens een onderdeel van ons curriculum op de basisschool en de middelbare school. Dat komt er wel aan, maar pas over 5 jaar. Nou ja, dus alle kinderen die nu op de basisschool zitten, zowat, die weten al niet hoe ze goed met technologie om moeten gaan. Daar ligt ook echt nog een heel grote uitdaging. Ja. Ik had mijn kladblok uitgekozen vandaag vanwege de toepasselijke naam erop. Ik weet niet of die in beeld is. Hack de valse start. Want dat is eigenlijk wat we aan het doen zijn. We zijn nu bezig bij overheden met allemaal dataschuld, met de achterstanden wegwerken. Mm. Maar echt het proces opnieuw inrichten en nadenken over wat en waarom doen we het nou eigenlijk. Dat hebben we nog niet gedaan. Ja. Dus vandaar ben ik heel blij dat dit nu eindelijk in het publieke debat aan het komen is. En dat we hier veel meer over aan het praten zijn, want het is nodig. Ja. Er zijn gewoon ontzettend veel meer expertise nodig. Bij de wetgever, rechtelijke macht moet ook geholpen worden om dat zoveel mogelijk te hebben. Opleidingen moeten er iets aan gaan doen. De pers moet zich realiseren dat je dit soort onderwerpen niet in het katern economie moet doen, maar op de voorpagina van de krant, omdat het gewoon over politiek gaat. En over ons allemaal. Over de maatschappij. Ja. Dus je moet echt een hele snelle expertise-slag gaan maken. En de burgers hoeven natuurlijk geen experts te worden op het gebied van IT, maar moeten zich er wel bewust van zijn dat ze dat wel eisen en vragen van de hele inrichting van de samenleving en de staat. Ja. Ik wil eventjes naar de vragen uit de zaal, maar eerst wil ik nog even terug naar Robert, want ik ben ook benieuwd hoe jij geluisterd hebt naar dit laatste deel. Heel interessant om het zo verder te trekken. Eén ding wat me opviel is, Maxime, je hebt een paar keer aangestipt dat de manieren waarop zeg maar deze ontwikkeling groter wordt, het accelereert, het wordt groter, het wordt sneller, dat soort termen komen voorbij. En ik zit, als ik naar jullie verhaal luister, ook
te denken van, ja, ik zie ook een beeld van een bureaucratie wat steeds fijnmaziger wordt. En je kunt inderdaad allerlei problemen voorkomen door waarborgen in te bouwen. En dan doemt het beeld op van een soort architectuur die telkens uitduidt. En stel, nog meer systemen. Steeds fijnmaziger wordt. En dat zou niet zo'n probleem zijn als het niet ook een politiek project is. Dus het is niet op een gegeven moment af. Het wordt aan de ene kant steeds ingewikkelder en steeds groter, maar het is nooit af, want op een gegeven moment dan verandert het ook weer. Misschien bouw je een waarborg in dat overheden niet naar die data kunnen kijken die je hebt ingevoerd in je menstruatie-app. En die waarborg is er nu eenmaal, maar ja, als er 4 jaar later iemand... Het strafrecht is een groot en machtig middel, misschien dat ze daar wel toestemming toe willen, of noem eens een ander voorbeeld, en dan verandert dat ineens. Dus dat is een beetje het gevoel wat bij me achterblijft, is dat er hangt soms over het gesprek een sfeer van we bouwen aan iets groots wat op een gegeven moment af is. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Het is constant in beweging. Wil een van jullie daarop reageren? Ja, sorry. Ik ben het daar eens mee. Een voorbeeld wat ik kan geven waar we nu bij de universiteit mee aan het werk zijn met 2 toezichthouders is een functioneringsgesprek voor een AIDER, dat noemde jij al. Omdat eigenlijk, je moet niet 1 keer een check doen, maar je moet net als bij mensen om te kijken, nou, hoe gaat het, hoe wil je nog ontwikkelen, zou je eigenlijk elk jaar periodiek een check moeten doen. Dus vandaar zo'n functioneringsgesprek, daar moet het denk ik heen. Om dat gewoon constant te blijven monitoren. Ja, en constant in beweging, er zit nog een ander aspect aan. We hebben natuurlijk ook af en toe nu zelflerende algoritmen. En dan heb je de vraag, hoe zit het met de rechtszekerheid? Want dat algoritme leert van iedere zaak weer. Dus over 100 zaken oordeelt hij misschien anders. Is dat eerlijk? En wat gaan we dan doen? Ja? Ja. Ik ga even naar onze IT-guy, die hier op de eerste rij zit. Want ik ben heel benieuwd, jij bouwt ook zelf algoritmes. Ja, klopt. Floris Kalkoen, onderzoeker aan de TU Delft. Of kustonderzoeker. Dus ik eigenlijk is het vrij onschuldig wat ik doe. Dat moeten we maar geloven. Het is niet heel politiek. Dus er komt misschien iets minder ethiek bij aan te pas dan bij de gemeente Rotterdam. Maar ik kijk met behulp van satellietbeelden naar hoe de kust verandert. En om die te analyseren... Gebruik ik computer vision algoritmes of maak ik die? Is jou iets opgevallen in het gesprek vanavond wat je mee gaat nemen in je werk? Niet direct. ik zat nog te denken van oké, wat zijn een soort van de voorbeelden waarin er ethische dilemma's in mijn werk naar voren komen? Nou, ik zie heel erg dat de resolutie van de satellietbeelden wordt bijvoorbeeld steeds groter. En dat wordt steeds meer een soort van thema van maar kunnen we dit eigenlijk nog wel gebruiken, omdat je zeker als je bijvoorbeeld data van Planet gebruikt, of als je, ja, dat zijn dezelfde satellietbeelden die je ook veel ziet nu van in het conflict in Oekraïne, kan je eigenlijk gewoon al best wel snel iemands achtertuin mee inkijken. En dat zijn thema's die nog vrij weinig echt besproken worden. En waar jullie ook niet echt direct regels voor hebben? Nee, dat ook niet direct. Nou, ik weet niet. We werken al in. Gewoon in het kustonderzoek al best wel lang met videobeelden, eigenlijk al sinds de jaren 90. En daar kwamen ook al best wel snel dezelfde dilemma's naar boven. Van kunnen we eigenlijk wel gewoon de foto's van het strand gebruiken, omdat er allemaal mensen in bikini rondlopen. Ja. Hoe doen jullie dat dan? Ja, die worden eruit. Daar hebben we dan automatische methoden voor. Ook een algoritme om niet te blurren. En dat wordt nergens opgeslagen en dergelijke. Ja. Goed om te horen. Is er iemand anders die iets wil zeggen? Ja. Ik heb een vraag over het perfecte algoritme. Een algoritme waarin geen bias zit, wat helemaal transparant is, wat zelfs door het functioneringsgesprek is gekomen, wat ook nog samenwerkt met in een heel groot netwerk van allemaal andere algoritmes die ook allemaal geen bias hebben. Wat voor kritiek kunnen we daar alsnog op geven? Wat vinden we daar dan nog van? Maar wat doet dat algoritme dan? Ongetwijfeld iets heel erg nuttigs. Laten we ons voorstellen dat het iets van de overheid is. Iets met de oude. Ja,
Onze developers bij OpenState zeggen wel eens, er zijn altijd wel edge cases. Er zijn altijd uitzonderingen te vinden waarvoor het dan weer net niet werkt. En dat is die menselijke maat. We hebben rechters die dat wel mee kunnen wegen. We hebben ambtenaren die een beslissing kunnen nemen die dat wel mee kunnen wegen. Althans, als ze niet te veel geleid worden door een algoritme ondertussen. Dus ik denk dat dat dan het kritiekpunt zou zijn, uiteindelijk nog. Zelfs als hij helemaal perfect is. Wij mensen zijn niet perfect. Mag ik iets doen? Wij passen niet binnen het algoritme. Ja, oh, je hebt zelf een microfoon. Ja, over het woord bias. Ja, er wordt soms ook over gesproken. Ik kwam al heel even voorbij, maar het wordt soms ook over gesproken als iets wat een soort van een fout in het algoritme. Maar heel veel van die algoritmes die produceren een vooroordeel. Dat is wat ze maken. Dus. In het geval van het algoritme. Ja, je maakt een onderscheid op basis van. In het geval van het algoritme waar de film over gaat, die ik heb gemaakt. Die maakt gewoon onderscheid op basis van een heel aantal factoren. Bias, een vooroordeel, dat is het product van dat ding en niet een fout. En die lopen soms door elkaar heen. Ja, en de kwestie is natuurlijk een beetje. Kijk, er zijn van die ideaalbeelden dat je fantastische algoritmes hebt die inderdaad perfect zijn en die kunnen de politiek overnemen. Er zijn bedrijven zijn al bezig om algoritmes te maken die het werk van het parlement kunnen overnemen. En als ze perfect zijn, zou dat perfect zijn. En dan krijg je allemaal perfecte beslissingen. Het enige is, wat moeten wij dan nog doen? Waarom zitten we hier dan? We komen in feite hier bij elkaar omdat dit de werking is van een democratie. Je gaat in een donker zaaltje ergens onder in een bedrijf zitten. Daarboven wordt geld verdiend. En hier zitten wij armzalig met elkaar na te denken over hoe het verder moet met de toekomst. En dat is wat we doen. Dat is wat democratie is. Als je dat gaat laten overnemen door perfecte algoritmes, ja, dan hebben we verder, kunnen we wel ophouden. En een democratie en besluiten gaan natuurlijk niet om dat wat er uiteindelijk uitkomt rollen, maar dat is het proces zelf. Wij zijn een gemeenschap, we zijn een morele gemeenschap met elkaar. Wij hebben iets met elkaar en we zijn belichaamd en daarom is het ook gezellig om niet in coronatijd via de Zoom te zitten, zoals al die arme mensen die nu thuis kijken, maar wij hebben het hier ontzettend gezellig met elkaar. En dat is wat wij doen. Wij leven samen, dat is het samenleven. En wij leven samen, we praten met elkaar in natuurlijke taal, we denken na, we vinden ergens iets van, we komen er weer op terug, we zijn het oneens, we slaan elkaar op het hoofd. Dat is precies wat wij aan het doen waren. En je kunt zeggen, nou maken we perfecte algoritmes en ja, die maken perfecte beslissingen, alleen wij zijn dan opgeheven. Ja, ik heb daar nog wel een punt. Ik geloof daar niet in. Het perfecte algoritme bestaat niet, want perfect voor wie? Ja, precies. Er zijn zoveel verschillende mensen die zoveel verschillende dingen perfect vinden. Dus het perfecte algoritme, dat is er niet. Zal er ook nooit komen. Volgens mij zijn we het als mensheid nog nergens over eens. Volledig. Ik bedoel, zelfs niet dat de zon opkomt. Er zullen altijd mensen zijn die zeggen dat de aarde ondergaat. Ik heb hier een volgende vraag. Ja, naar aanleiding van dat je moet duidelijk maken wat doet het algoritme. Maar ik heb ook gelezen dat algoritmes zelf ook algoritmes maken. Is er nog iemand die dat kan begrijpen? Zit er nog een human in de loop? Wie wil? Zal ik? Er is natuurlijk na het stukje dat ChatGPT kan coderen. En daarmee kun je dus algoritmes maken. Om heel eerlijk te zijn, nee. De architecten van ChatGPT snappen ook niet precies wat voor keuzes daarin zijn gemaakt. Maxime heeft er al vaker over gesproken wat dat doet. Hè. Het zet gewoon woorden achter elkaar. Code, is dat ook gewoon, zit gewoon code achter elkaar. Sterker nog, dat algoritme, die AI, is getraind om niet perfect te zijn. Want te perfect is niet menselijk genoeg. Dus om menselijkheid te imiteren is het imperfect. En daardoor is het dus ook altijd random. Of dus iemand het nog snapt? Nee, uiteindelijk niet. Je kunt het niet transparant maken als je het zelf ook niet snapt. Nee, dat klopt. Ik zei toch dat aan het begin volgens mij van mijn spraak, hoe bang willen jullie weglopen hier? Nee, want dan gaat het ook niet gebruiken, zo simpel is het. Dus dan hoeven we ook niet bang te worden. Het is een beetje onzin, een beetje technopessimisme wat hier uitkraamt. Er was in februari in Den Haag de RE-AIM-conferentie. Responsible AI in Military Application. Ze hebben daar een declaratie aangenomen. Punt 3 uit de declaratie luidt, ik parafraseer, niet letterlijk in mijn hoofd, sorry.
wij weten op dit moment nog niet precies wat de impact gaat zijn van de AI op het slagveld. En dat zullen we ook nooit weten, maar we gaan het toch doen. Dus ja, nee, sorry, ze gaan het toch doen. Ja, er zijn misschien altijd wel voorbeelden te noemen, maar volgens mij zijn wij in controle, toch? En dat moeten we. Als je denkt dat we niet zijn, dan moeten we daar iets veranderen, inderdaad. Hè, wat Iris al zei net, want dan moeten we onze algoritmes die we gaan inzetten, moeten we gaan controleren. En als die niet deugen qua mensenrechten, dan gaan we ze niet inzetten. En die beslissingen die soms genomen worden, ja, dan gebruiken we ze maar niet. Dat is dan zo. Dan gaan we maar op een houtje touwtje. Maar is dat ook zo, dat als algoritmes niet deugen, dat we ze dan niet gebruiken? Of is dat hoe we graag willen dat het is? Dan kunnen we het ja, maar van hier is ook gewoon niet gebruiken, als dat niet het gevolg zou zijn. Zo simpel is het. Daar is het voor bedoeld. Maar volgens mij sprak ook wel uit de casus uit Rotterdam dat we dat pas achteraf wisten. Ja, zeker. Ik zal even naar je toe komen. Je kunt natuurlijk zeggen van, kijk, nu, als we nu beginnen met een algoritme, dan kunnen we dat algoritme gaan met het IAMA ernaast, kunnen we dat algoritme gaan ontwikkelen. En uiteindelijk kan de conclusie zijn van het IAMA, oké, we gaan het niet inzetten. En dat doen we dan ook niet. Nu, Iris, jij moet misschien een algoritme bekijken wat al gemaakt is. En dan wordt het misschien al gebruikt. Maar de conclusie kan misschien zijn, maar dan loop ik voor de muziek uit. Ja. Dat uiteindelijk Rotterdam zegt, oké, net als Syrië als het ware. Jongens, dit is een brug te ver. We stoppen ermee. Helemaal eens. Maar helaas is de praktijk ook hier weer barstig. Ik zie in transparantieregisters, in algoritmeregisters nu soms een risico-indexatie. En vervolgens geen maatregelen om dat te compenseren. Dat ik denk, ja, het is leuk dat je hebt geconstateerd dat er een hoog risico aan zit. Maar beschrijf dan ook eens wat je ermee doet. En die stopknop, die wordt nog maar zelden ingedrukt. En de rechter mag Siri dan verboden hebben, maar de overheid is natuurlijk bezig om daar wel weer een opvolger van te maken. En dat geldt voor Rotterdam ook. Dus ja, je kunt wel zeggen dat we zo braaf zijn om dingen niet in te zetten, maar het gebeurt toch. Nou ja, dan begrijp ik niet. Nou, je zegt jij het maar, Iris. Ja, kijk, er zijn natuurlijk enorm veel risico's met dit soort technologieën. Dus er gaan nu ook stemmen op om gewoon maar even helemaal met AI te stoppen of op de pauzeknop te drukken. Ja, ik denk dat het niet kan. Nee. Ik denk dat als we het dan gaan doen, dan moeten we het goed doen. Dan moeten we onze uiterste best doen om ervoor te zorgen dat iedereen zich daaraan houdt. En ja, ik durf daar wel een optimistische houding in aan te nemen. Want anders, ja, word ik depressief. Dus ik heb geen keus. Ik geloof echt dat het kan. Ja. We hebben dezelfde discussie eigenlijk die we ook bij klonen hadden. Hè. Toevallig is nu afgelopen maand Dolly 2.0 uitgekomen. Een open source large language model. Een AI-model dus. Ze hebben niet voor niets Dolly genomen als naam. Want dat was ook het eerst gekloonde schapen. Ja, die overeenkomst zie ik wel. Die discussie hebben we ook. Met enige nadeel, nee, Maxime noemde het al. Code is natuurlijk veel sneller dan een kloon. Ik heb nog wel een vraag over transparantie en een register die transparantie zou moeten bewerkstelligen. Want zeg je dan eigenlijk dat je alleen maar rule-based algoritmes zou kunnen gebruiken en machine learning uitsluit? En dat je feitelijk ook alle modellen uitsluit die leren op basis van data? Want wat heb ik aan transparantie van het algoritme als ik die zelflerende of de data op waar ze op getraind zijn niet weet? Dan heb ik toch niks aan transparantie. De term die nu rondzinkt, ook in Den Haag eindelijk, is de regulatory sandbox. Terwijl een zandbak voor dit soort AI-modellen. Wij hebben dat al heel lang, pleiten we daarvoor dat je een testmodel hebt. Dus dat jij je eigen data erin kunt doen en kunt zien wat er uitkomt. En weet je wat in de film ook voorbij kwam? Dat het model is online te vinden en je kunt daar je eigen data invoeren. Je ziet het precies. Dat heeft te maken ook met reproduceerbaarheid. Hè? We willen niet dat er, om het menselijke te laten lijken, randomness, willekeur inkomt. Als het gaat over beslissingen. Dus nee, het is niet alleen rule-based. Ook zelflerende algoritmes kunnen er wel in. Maar die hebben dan natuurlijk een ander soort manier om transparant te zijn.
Maar jij had het net zelf over het probleem van rechtszekerheid. Als je na 100 casus plotseling tot een andere conclusie komt dan na 10. Heb je in ieder geval, ja, je hebt misschien geen transparantieprobleem, maar wel een rechtszekerheidprobleem. Ja, er zijn wel wat manieren om dat op te lossen door te zeggen dat het algoritme, hè, zorgt dat het algoritme niet mag leren van de data die ingevoerd wordt tijdens het proces. En dat dan na een jaar tijdens een evaluatie, dan mag die database weer gebruikt worden om even te kijken of het bijgesteld moet worden. Dan kun je een mate van rechtszekerheid garanderen. Ja. Ja. Ik ben Chris en ik ben eigenaar van een bureau dat zich onder andere bezighoudt met gedragsontwerp. Dus dit is een hele interessante discussie. Bij de overheden dringt gedragsontwerp nu ook helemaal door. Dus google daar ook eens een keer naar, want dat gaat ook helemaal op die manier ondersteund worden met algoritmes. We hebben het heel veel over die rechtspositie gehad van mensen, valt me op in deze discussie. Maar we hebben eigenlijk een heel groot algoritmische exercitie achter de rug en dat is de pandemie. We hebben gezien dat mensen totaal niet begrepen waarom ze de ene keer wel naar rij mochten staan, de andere keer een clownsneus op moesten en dan mochten ze wel naar binnen. En niemand snapte nog ook maar iets van die maatregelen. Terwijl al die losse maatregelen kwamen precies uit dat soort rekenkundige modellen, hè, die ervoor zorgden dat daar een soort van rationele grondslag achter zat, maar wij als gewone mensen begrepen die helemaal niet. En mijn vraag aan jullie is eigenlijk, wat is jullie verwachting op het moment dat het recht zo gaat functioneren, dat je inderdaad echt niet meer kan voorspellen waarom de ene straf X en de straf Y heeft. Volgens mij is dat echt het einde van een soort sociologische samenhang die we hebben met elkaar. De verhouding macht en gezag komt in mij op. Macht kun je uitoefenen, dat kun je heel direct doen. Maar gezag betekent dat je je macht niet uit hoeft te oefenen. Namelijk dat je er vertrouwen in hebt dat je macht wordt geaccepteerd. En dat was wat er gebeurde natuurlijk tijdens corona. Je beschrijft het ook in je boek, hè, die directe uitoefening van macht. En het vertrouwen in de burgers was even weg bij de overheid. En andersom, ja. En andersom daardoor ook, ja. Ja. Maar hoe gaat dat dan verder op het moment dat we dus op deze manier besluitvorming nemen en wetgeving inrichten? Dat is mijn vraag. Want we hebben het over de rechtspositie gehad van mensen, maar hoe wordt de samenleving als geheel? Ja, het is een neiging tot grotere dwang, waarbij het draagvlak eraan dreigt te ontvallen. En ja, dat zou je dan op een of andere manier opnieuw moeten gaan terugvinden. Het commercieel denken bij de overheid, dat heeft ook nudging binnengebracht, hè? Ja. En veel van onze regelgeving en wetgeving probeert nu ons te nudgen om iets te doen. Ja. Ja, en dat kan met algoritmes natuurlijk enorm uit de hand gaan lopen. Ja, nee, maar het is een neiging tot dwang, ja. En is er dan nog een oplossing om de sociologische samenhang, zoals die meneer dat zo mooi zei, te behouden? Dat weet ik niet. Ik denk dat het ten eerste handig is om in te zien dat het gebeurt en hoe dat gebeurt. En dat komt doordat er op een hele andere manier wordt gestuurd dan door wetten die je op schrift kunt stellen en die je met elkaar kunt bespreken en interpreteren, dat het hele gesprek er vanaf is en dat er gedwongen genutst wordt. Ja, het is ten eerste handig om te zien dat het gebeurt. En de volgende is de vraag van je moet een oplossing voor vinden. Hoe krijg je dat gezag weer terug van de regels? Dat is een. En ik denk de samenhang kunnen we ook weer terugvinden door allemaal te beseffen, die overheid, dit is niet iets wat buiten ons staat. We hebben die zelf, die geven we zelf kracht en macht. Dus pak af en toe de macht terug. Maxime, je zei ongeveer een uur geleden, misschien nog wel een beetje langer, ergens tussen neus en lippen door, dat bij de fraude op het fraudeopsporing niet zoveel heeft geholpen, die algoritmes. Als ik het zo ongeveer vertaalde, toen dacht ik, maar waar heeft het dan wel bij geholpen? Is er ook nog een positief iets? Nou, het was al met al die Syrië-zaak niet zo'n heel erg positief project, geloof ik. Het is niet zo dat. Nee, maar misschien heb je een voorbeeld waarvan je denkt, nou, daar heeft het nou wel veel. Waar algoritmes nut hebben. Ja, algoritmes hebben in het algemeen natuurlijk heel erg veel nut. Ik kan me herinneren dat ik nou iets meer dan 5 jaar geleden van een tijdschrift verzoek kreeg om een algoritme in te sturen dat wel nut had. En toen zei ik, ja, het recept voor ettersoep, ik bedoel, dat is een algoritme. Dat is gewoon
beslisbaar. Maar ik wil, algoritmes is op zich helemaal niks mis mee. Alleen de vraag is of je fraudeopsporing met behulp van zo'n systeem dat op die manier in elkaar zit, wat berust op die verzameling van data en vervolgens die toepassing van algoritmes, of dat gelukkig is. En daarvan was iedereen het met elkaar eens dat dat niet zo was. Dus dat is ook de reden waarom het afgeschaft is. En dat is ook de reden waarom Rotterdam in de maag zit met een eigen systeem en zo sportief is geweest om alle gegevens daarover beschikbaar te stellen aan Wired van kijk hier eens naar en Utrecht kijkt er ook naar. Dus ik denk dat er hier en daar een overheid zelf ook wel zorgen over zit, maar dat ligt niet in het verschijnsel van het algoritme op zich. Ja, een beetje het verlengde daarvan, ben je als overheid niet bijna gedwongen in sommige situaties om van algoritme gebruik te maken? Als je ziet dat 5,8 miljoen mensen in Nederland één of meer toeslagen hebben en waarschijnlijk nog meer mensen zo'n toeslag aanvragen. Dat is door individuele ambtenaren niet, die aanvragen niet te beoordelen en ook niet te controleren of die allemaal rechtmatig worden uitgekeerd. Dan ben je toch bijna wel gedwongen om Is het interessante van de omgekeerde werking, het feit dat de beschikbaarheid van digitale technologie het recht verandert. Want die zijn allemaal van dit soort systemen opgetuigd met die ingewikkelde toeslagen, omdat er computers zijn die dat eventueel zouden kunnen uitrekenen. Er zijn wetten gemaakt die nooit gemaakt zouden zijn als er geen technologieën waren die dat mogelijk maakten. En dan blijkt dat het toch niet zo handig werkte als je gedacht had. Dat zou je kunnen zeggen van dat is in feite een kinderziekte of over 10 jaar hebben we daar misschien meer greep op. Mag ik daar iets aan toevoegen? Ik ben het met u eens. Zeker Nederland, wij doen ook breder onderzoek binnen Europa hoe er in andere landen hiermee om wordt gegaan. Nederland gebruikt gewoon heel veel algoritmes. Dat komt ook door de decentralisatie in 2015, waarbij lagere overheden veel meer taken erbij hebben gekregen en minder geld. Dus het is ook een capaciteitsprobleem. Dit wordt ook gebruikt om gewoon tekort op te vangen, om geld te besparen. En dat speelt heel erg in Nederland. We kunnen het ook wel vergelijken met de industriële revolutie. We dragen allemaal producten van algoritmes, namelijk een weefgetouw. Als wij, en dat, ook dat was een besparing, hè, het weefgetouw. We zorgden dat er minder arbeiders nodig waren in de fabrieken. Uiteindelijk heeft het allerlei andere problemen opgeleverd. En daar is goed over nagedacht. Er zijn vakbonden opgericht, er zijn arbeidsregels opgesteld. Ja, zo'n soort revolutie en tegenrevolutie hebben we nu ook nodig. Ja, ik vroeg me af in hoeverre het gevaarlijk is dat de overheid eigenlijk heel erg afhankelijk is van externe bedrijven of private partijen, of in ieder geval externe partijen, voor de ontwikkeling van die algoritmes. En hoe zou dat opgelost kunnen worden? Want ik zie niet dat de overheid dat eigenlijk zelf kan oplossen. Als je kijkt naar digitalisering bij de overheid, project KEI mislukt volledig, de digitale stelselomgevingswet, wordt helemaal die digitalisering nekt de overheid. Dus hoe zou de overheid dat zelf kunnen organiseren? Nou, het is niet fijn om afhankelijk te zijn van derde partijen. Dat komt zeker de transparantie onder andere niet ten goede. Op zich zie ik wel, ik kom vooral bij overheidsorganisaties, dat die intern ook steeds meer data scientists hebben, dat ze steeds vaker intern ontwikkelen. Ik kom big tech niet super veel tegen. Het zijn veel MKB-bedrijven ook, Nederlandse MKB-bedrijven die algoritmes ontwikkelen. En als wij dan bijvoorbeeld zo'n IAMA, zo'n ethische sessie doen over zo'n algoritme, dan nodigen we hen gewoon uit. En meestal komen ze, dus dan zitten zij ook aan tafel en dan moeten zij ook antwoord geven op kritische vragen. Dus dat is positief, want afhankelijkheid is niet goed. En als je toch afhankelijk moet zijn, zou je wat mij betreft ook in aanbestedingsprocedures, in contracten die je opstelt, waarborgen vast moeten leggen als overheid. Vandaag was er een algoritme van de gemeente Den Haag is geopenbaard voor hun scanauto's, kentekenherkenning. Relatieve lage impact, maar daarin staat, de documentatie ligt bij de leverancier. Oftewel, het is geen openbaring. En ze hebben het zelf niet in huis. En dat vind ik
echt jammer en daar moeten we wat aan doen. En daar hebben we allemaal onze rol in te spelen. Te eisen, laat het zien. Hoe zie jij dat, die relatie tussen de overheid en de private sector? Ik krijg van heel veel ambtenaren daar zorgelijke berichten over. Omdat ze zeggen, wij worden eigenlijk door bedrijven ook vooral gemaand om niet te veel vragen te stellen. Dus dat is niet een gelukkige constructie. En je ziet ook dat gemeentes nog alles als gevraagd worden naar hoe werkt het precies, verwijzen naar de leverancier, nou precies naar de documentatie van de leverancier. Dat wil zeggen dat je je hele publieke macht doorgeeft aan het private leven. Dat moet niet kunnen. Nee, en overheden zijn denk ik nog in zekere zin verantwoordelijk om uit te leggen wat ze doen, maar private bedrijven helemaal niet. Nee, maar dat ontslaat de overheid niet van de verplichting om het zelf te doen natuurlijk. Dus je kunt niet doorverwijzen. Maar het gebeurt wel. Ik denk dat we hier nog heel lang over zouden kunnen praten, maar we gaan deze avond afsluiten. Heel erg bedankt dat jullie hier allemaal waren. Maxime Februari, heel erg bedankt. En laten we naar de borrel gaan om verder te praten. Dank jullie wel. APPLAUS